We doen vandaag een ster driehoeksom. En het maakt niet uit of je driehoekster doet of ster driehoek, maar je moet wel op hetzelfde antwoord komen. Wat ze hier in deze som willen weten is de weerstand, de vervangingsweerstand tussen x en y. We zeggen ster driehoek y delta. Nou, dan ga je natuurlijk je ster uitkiezen. Je geeft aan waar je A, waar je B, waar je C is. En je weet, de afspraak is, als hier je C is daar tegenover RC. Als hier je B is, dan is daar tegenover RB. Als hier jouw A is daar tegenover jouw RA. Hier ga je gewoon ook stapsgewijs werken, vaste formules. De eerste stap is jouw R berekenen met de vaste formule AB. Plus BC plus CA. Nou, A maal B, dat is dus 3,125 maal 5. Plus BC, 15, 3 maal 5 is 15. Plus CA, 3 maal 3,125. En dan krijg je 40 ohm. Dan heb je weer je vaste formules. Heel makkelijk, alleen dat je het kan onthouden en foutloos oplost. RA is R gedeeld door A, RB is R gedeeld door B, RC is R gedeeld door C. Dan ga je substitueren. 40 gedeeld door 3,125. 40 gedeeld door 5 is 8 ohm. En 40 gedeeld door 3 is 13 een derde. Oh. Nou, dan heb je je waardes gevonden. Hier krijg je trouwens 12,8 ohm. En dan ga je dan die schakeling tekenen met die driehoek. Want je hebt van die ster een driehoek gemaakt, toch? Oké, waar gaan we het tekenen? We kunnen het eigenlijk vlakker onder tekenen. Dan doen we. Het hier, kijk. We hadden afgesproken, hier krijg je je RC. Dat wordt dus 13 een derde. Verder hadden we afgesproken, daar krijg je je RB. Dus je 8 krijg je daar. We hebben afgesproken, hier krijg je je RA. En dat is 12,8. Verder zien we dat je daar nog had een 4. En hier ook toevallig een 4. En dan sluit je hem af. Hier je x en hier je y. Nou, je ziet direct dat deze twee parallel staan met elkaar en deze twee ook parallel staan met elkaar. Dan ga je gewoon berekenen. 8 parallel 4 is en 12,8 parallel 4 is hetzelfde als 4 parallel 12,8. Dat ga je berekenen, want je ziet gewoon dat deze twee parallel zijn met elkaar. 8 parallel 4 geeft jou 2 twee derde. Oh, en 4 parallel 12,8 geeft jou 3 ohm. Nou, dan ga je tekenen en je nieuwe schakeling ga je tekenen. Kijk, ik ga het hier vlak hiernaast voor je doen. Kijk maar. Ik doe het hier voor je. Ik heb hier deze tak. 13 een derde. Verder heb ik deze. Hier is je x natuurlijk. Daar krijg je 2,67. Krijg ik deze 3. En dit is je y. Nou, dit is zo makkelijk af te leiden. Je kan gewoon deze twee in serie nemen. Dus dan wordt het 2,67 plus 3,05. Dan krijg je in plaats van 2 in die tak gewoon 1. Dan, je telt ze op. En als je ze optelt, hoeveel krijg je?
krijg je 5,772, dacht ik. Klopt dat? Oké. Okay. Nou, dan zie je dus eigenlijk gewoon een parallelschakeling. Toch? Je ziet een parallelschakeling. En dat geeft ons dus heel makkelijk jouw Rxi. Is dus 13 1/3 parallel 5,72. Dat is 13 1/3 maal 5,72 gedeeld door 13 1/3 plus 5,72. En hoeveel krijg je dan als antwoord? 4 ohm. En als je dit met delta y oplost, moet je ook hetzelfde antwoord krijgen.